Deze beschouwing die valt in die serie Filosofie, Taal en Vraagstukken. En gaat over het bewijs van Immanuel Kant. dat hij geleverd heeft in zijn Kritiek der Ruinen Vernunft. en gepubliceerd is in 1781. over de grens, de begrenzing van het Weten. Of zoals Kant zei. Over het opheffen van het weten. om ruimte te maken. voor geloven. Geloven als werkwoord. Hè? Van ik geloof, jij gelooft. In de vorige uitzending daarover. dat is dan filosofie, taal en vraagstukken nummer drie. daarin heb ik de is een beetje de entourage, de omgeving geschetst waarin Kant kwam tot dit bewijs. Even voor jullie historische besef. Het gaat hier om de ontwikkeling van de mensheid namelijk. De mensheid is een, een verzameling van levende wezens, punt 1. En wat ons onderscheidt van andere levende wezens. is dat wij beschikken over taal. En ga nu niet zeggen dat walvissen ook een taal hebben, want dat hebben ze niet. Ja. ja honden, als een hond blaft, dan bedoelt hij dit. Of hij blaft zus, dan bedoelt hij dat. En dan zie je. oh, dan zie je zielig of zo. Maar dieren hebben geen taal. Ja, dan heb je mensen die zeggen, ja, maar een bij kan aan de andere bij vertellen waar die de honing heeft gevonden door achtjes te lopen. En ja, dat klopt ook wel, maar dat zijn meer signalen of aanwijzingen die ze geven, dus niet echt taal. Hè? En wij mensen wel. En die taal van ons, die ontwikkelt zich. Nou. In die inleiding die ik gegeven heb, dat was dus alleen maar ter voorbereiding van wat ik nu met jullie ga doen. Is dat ik, ik ga het bewijs uitleggen. En dat gaat een uur kosten. Dus ga er maar even voor zitten. Ik heb een hele pot thee klaarstaan, die ga ik er even bijpakken en doen jullie dat ook maar even. Het bewijs voor de begrenzing en daarmee het opheffen van het weten als almachtig instrument. Het weten is niet almachtig, namelijk. Daar komt het op neer. Dat doet Kant vanuit de taal en alleen vanuit de taal. Dat mag omdat al het weten zich afspeelt binnen het rijk of domein van de taal. Dus het weten is een onderdeel van de taal. En als je dus de taal gebruikt als uitgangspunt, dan heb je het dus over iets wat het weten omsluit. Kant bedient zich niet van het experiment. Want dan zou hij het weten gaan begrenzen met het weten en dat kan niet. Hij begrenst het weten vanuit taal. Nou, taal bestaat uit letters natuurlijk, letters vormen woorden. En woorden vormen zinnen. En daar stoppen we even. Er zijn drie soorten zinnen. En niet meer dan drie. Dat zijn interrogatieve zinnen, oftewel vragen. De tweede mogelijkheid. Het zijn imperatieve zinnen. Dat zijn opdrachten. En de derde, dat zijn declaratieve zinnen. En dat zijn oordelen. Ik gebruik hier het woord oordeel. Een kans zou dat ook noemen. Een oordeel. Een oordeel is bijvoorbeeld, Perry heeft vandaag een King James gekocht. Dat een oordeel. En dat oordeel, in dit geval dan dit oordeel, dit oordeel is waar. Want ik heb vandaag een King James gekocht. Ik kon het niet laten. Ik heb er eigenlijk het geld misschien niet voor, maar ik kon het niet laten. Dus ik heb hem gekocht. Een hele mooie uitvoering. Met een boeklegger. En de woorden van Jezus in het rood. <laughs> Een hele mooie versie. Kijk, ik heb vandaag een King James gekocht. Dat is een Oordeel. En dat Oordeel is waar of het is niet waar. Marie is zwanger. Nou, dat is waar of het is niet waar. Een vraag, een interrogatieve zin, heeft Perry. Een Ikea-bed. Die vraag is niet waar of niet waar. Door het feit dat ik een Ikea-bed heb, dat is waar. En ik had vroeger een ouwe Maar die heeft die uh, rare vrouw, uh, moeder van mijn kind, ingepikt. En kennelijk is dat eerlijk of zo. Want zij deed namelijk nooit de afwas in de huishouding. En ze ging vreemd. Dus dan krijg je het mooie bed... Want zij ging vreemd, dus dan moet je een. Ja, dan kan je, je kan niet iemand die vreemd gaat na de scheiding verder laten gaan met het promiscue gedrag in een Ikea-bed. Nee, dat, dat, dat moet degene doen die dan het huis uitgetrapt wordt. Want dat is eerlijk. Ik Maak me even een grapje. Want ik heb me er al lang bij neergelegd. En ik blijf het navinden dat zij mijn Ikea-bed niet heeft en dat ik haar. Alpingbed niet heb, want het is mijn Alpingbed, namelijk. Maar ja, aan de andere kant. Mijn dochter heeft een ander bed gekocht. en dat gebruikt mijn dochter niet. en dat staat momenteel in haar kamer. Dus als ik echt heel graag. dan kan ik natuurlijk die bedden omwisselen. en dan gaat mijn Ikea-bed naar de kamer van mijn dochter. en dan heb ik. maar goed. bla 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 bla. Maar even ter verduidelijking. Hè? Een vraag is niet waar of waar. Een vraag is een vraag. Dat geldt ook voor een opdracht. Een imperatieve zin, hè, van doe is normaal. Een beetje rare opdracht natuurlijk, maar. Meestal begrijpen mensen wel dat je dan bedoelt met. dat bedoeld wordt dat je je mond moet houden. Nou, alleen de oordelen zijn van belang als het gaat om over waarheid. Dus Kant houdt zich niet bezig met die interrogatieve zinnen, en niet bezig met die imperatieve zinnen, maar alleen met de declaratieve zinnen: de oordelen. Piet is in de keuken, Maria is zwanger, de bus van drie uur is te laat, de pap is aangebrand en zeg het maar. Dat is het geheel van de zinnen die gaan over het begrip. Die hebben een waarheidswaarde. Dat is de, de nette verwoording, zo moet je het zeggen. Zo'n zo zin kan je dus... Um, daar kan je ook mee gaan rekenen, omdat een, een zin die niet waar is, die geef je dan bijvoorbeeld de waarde 0. En als een zin wel waar is, dan geef je hem de waarde 1. Dus dan kan je zeggen, uh, Perry heeft een Ikea-bed. En Perry heeft een hond. Nou, die zin is niet waar. Want ik heb namelijk wel een Ikea-bed, maar ik heb geen hond. Als je zegt, Perry heeft een Ikea-bed, of Perry heeft een hond, nou, die zin is waar. Want ik heb een Ikea-bed. Ik heb weliswaar geen hond, maar ja, het ging erom, Perry heeft een Ikea-bed, of hij heeft een hond. En omdat ik een Ikea bed heb, is dus die tweede zin, alhoewel die vreemd is, maar is die wel waar? En je kan ook zeggen, als het regent, dan wordt er iets nat. Want als er namelijk niks nat wordt, dan regent het niet. Dus als het regent, dan wordt er iets nat. Je weet niet wat, dat ligt eraan. Maar als er niks nat wordt, dan regent het niet. En vreemd genoeg, er ontstaat wel eens zoiets als regen boven in de atmosfeer. Maar voordat die druppels het aardoppervlak bereiken, zijn ze verdampt. Nou, dan spreek je ook niet van regen. Er is wel die druppelvorming, maar die druppels die verdampen voordat ze het aardoppervlak bereiken. Dus dat zijn hele kleine druppeltjes. Dus dan regent het niet. Dat zeggen wij. Ja, als het KNMI zegt, morgen regent het niet en er is een dergelijke regenbui... Heeft het KNMI gelijk als ze gezegd hebben dat het vandaag, eh, dan, de dag ervoor gezegd hadden dat het niet zou gaan regenen. Want er is niks nat geworden. Dus, eh. nou dat is allemaal logica. Eerste orde propositielogica, wat ik net in het kort even doornam met of en en. Heb je ook nog niet, Perry heeft geen IKEA bed. Nou, die zin is niet waar, want ik heb wel een IKEA bed. Perry heeft geen Alping bed dat is waar, want het openingbed van Perry is gestolen door die vreemde moeder van zijn lieve kind. Maar dat is heel reëel, want zij ging namelijk vreemd en iemand die vreemd gaat, die mag een bed stelen, want die gaat vreemd. Dat is de Nederlandse wetgeving. Ik maak maar een grapje over, want ik blijf het leuk vinden. Ik ben het bed toch kwijt, dus ik kan net zo goed geintje overmaken, toch? Het gaat om logica. Een beetje blijven lachen, mensen. Anders wordt het zo ontzettend saai, de logica. Het is toch wel zo saai, als je het alleen maar hebt over taal. Je moet het ook een beetje hebben over de feiten en hoe je die ook kan bezienen. Nou, dan hebben we het dus over zinnen die dan een waarheidswaarde hebben. Nou, zo'n zin, Perry heeft een IKEA-bed. Die is waar op dit moment. Maar de vraag is of die morgen waar is. Ja? Misschien, ja. Ja, er kan van alles gebeuren hè? tussen nu en morgen. En dan is die zin niet meer waar. En ook is het zo dat als je zo'n zo zin hebt, die waar is of niet waar is. De waarheid daarvan, die moet je controleren. En je kan mij wel op mijn woord geloven dat ik een Ikea-bed heb. En als iemand aan jou vraagt: van, Heeft Perry een Ikea-bed? dan kan je zeggen: Ja, want dat zegt hij altijd. Maar dan kan iemand zeggen: Ja, maar Perry zegt zoveel. Huh? Dus je moet zo'n uitspraak als Perry heeft een Ikea-bed, die moet je controleren. Nou, zou je dat waarschijnlijk niet doen. En Je zou denken: ja, kom, moet ik helemaal naar Arnhem zeggen. En wat ga ik dan controleren? Nou, die gozer zal eens wel een Ikea-bed hebben. Want dat verhaal van die Alping. die dan toevalt aan de vrouw, die vreemde vrouw die vreemd ging. dat geloof ik wel. Dat dat in de Nederlandse wet staat. Dus die vrouw heeft die Alping gekregen. En dan moet hij dus uh, ja, een goedkoop bedje kopen. Want hij ging niet vreemd. Dus dan heb je ook geen duur bed nodig. Hè? Dus ik geloof dat verhaal van Perry wel. Dus je gaat het niet controleren. Maar je zou het wel moeten doen. Officieel. Je mag niet zomaar wat zeggen, alleen omdat ik het gehoord heb. Je moet het controleren in de werkelijkheid. Als je zegt, Perry is een mens. Ja dat, uh, ja, dat hoef je niet te controleren. Huh? Je hebt mij horen praten. En dan kan jij zeggen: van, Ja, bedoel je met Perry degene die ik dan ken van al die beschouwingen? En dan zegt hij iemand ja. Dan zeg je: Ja, Perry is een mens. En daarvoor hoef je niet op dat moment te gaan controleren of ik die dag van die vraag nog wel een mens ben. Want ik ben geboren als mens en ik verander niet in een krokodil. Gedurende de nacht of zo. Terwijl ik. Heb ik net gezegd, dat Ikea-bed, ja, dat kan morgen weg zijn. Maar morgen ben ik nog steeds een mens. Heb je? Dus, die zin Perry is een mens. die is analytisch. Die volgt uit het feit dat ik aanwezig ben en dat ik spreek en dat ik dat allemaal doe. Misschien is het op de grens dat ik het moet zeggen. Ja, het moet ooit eens geconstateerd zijn dat ik een mens was of zo. Maar ja, mijn vader was een mens, mijn moeder was een mens. En ik ben een kind van die twee. Ja, dan ben ik dus ook een mens. Ja. Het is een analytische zin. Als je zo'n zin hebt. Dat is zijn hele beroemde voorbeelden. Uh, zaken zijn zaken. Uh, dat is een zin en die is waar. Daarvoor hoef je niets te controleren. Die is analytisch gesproken waar. Je hoeft alleen maar te kijken naar de woordjes. Dan zeg je ja, is zo. je hoeft het niet te controleren. Je kijkt alleen maar naar de volgorde van de woorden in zo'n zin. Nou, zo'n zin als zaken zijn zaken. dat is een oordeel. Dus heeft een waarheidswaarde en de waarheidswaarde is 1. Nou, een andere zin is dat bijvoorbeeld uh, een parabool heeft een brandpunt. En dat brandpunt ligt op een bla, bla 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 Ik weet het niet meer precies, maar een parabool heeft een brandpunt. Al die schotelantennes die je ziet staan, dat zijn die, die vormen van die schotels dat zijn parabolen, zijn parabolische schotels. En daar waar, euh, heb je ze van die pootjes erop... Hè, en dan zit er ergens dan de ontvanger... die bevindt zich in het brandpunt van die parabool. Dus een parabool heeft een brandpunt. Ja, daarvoor hoef je niet al die schotelantennes in Amsterdam-Zuid af... om te controleren of ze wel een brandpunt hebben. Want al die, ja, als een schotel geen brandpunt heeft... dan is die vorm van die schotel geen paraboolpunt... Dan heeft hij wel een brandpunt. Ja, dan is het dus. Nou, waarschijnlijk, misschien zijn er nog. Nee, want een cirkel heeft geen brandpunt. Nee, dat moet een parabool zijn. Zoiets is een, analytische, een analytisch oordeel. Dus een parabool heeft een brandpunt. En daarvoor hoef je dus niet naar buiten toe om de parabolen te gaan controleren. Dat volgt direct uit de uit de taal, uit de analyse, en daarom worden die zinnen door Kant genoemd analytisch. En misschien niet alleen door Kant in die dagen, maar hij gebruikt dus strikt de term analytisch. Het is een zin die hoef je niet te controleren, je hoeft alleen maar te analyseren wat de inhoud is van de zin, en dan weet jij of die klopt of niet. Als iemand zegt een parabool heeft geen brandpunt. Hoef je alleen maar te analyseren wat er bedoeld wordt met parabool, wat wordt er bedoeld wordt met brandpunt. En als dan iemand zegt een parabool heeft geen brandpunt, dan is die zin niet waar. Dus een analytische zin hoef je niet te controleren. Al die andere zinnen, die moet je wel controleren. En die noemt kant synthetisch. In de zin van synthese. En een synthese is het samengaan. van twee aspecten. En daar zit een hele mooie in. Hè? Want je kan zeggen van. ja, maar een parabool. en het begrip brandpunt. dat zijn toch twee hele verschillende dingen. Nou, eigenlijk niet. Want uit het feit dat een vorm een parabolische vorm is, dat is hetzelfde als dat je zegt dat die vorm een brandpunt heeft. Dat houdt hetzelfde in. Wiskundig gesproken is dat hetzelfde. Hetzelfde geldt voor de stelling van Pythagoras. a plus b is c met die rechte hoek. De hoek tussen a en b is recht als het kwadraat van a. Plus het kwadraat van b gelijk is aan het kwadraat van c. Dan is die hoek recht. Dus de rechthoekige driehoek heeft altijd een c kwadraat die gelijk is aan. En als c kwadraat gelijk is aan de som van a en b, dan is die hoek recht. Dus ogenschijnlijk lijkt het wel alsof je twee hele verschillende begrippen, namelijk uh, het kwadraat van a en het kwadraat van b. En dat vergelijk je met het kwadraat van C. En aan de andere kant heb je dan het fenomeen of de hoek tussen A en B een rechte hoek is. Dat lijkt wel heel verschillend. Maar dat is het niet. Dan moet je even een analyse doen van A, B en C. En waar hebben we het over? Kant zegt dus ook om die reden dat alle uitspraken van de wiskunde, dus al die wiskundige oordelen, dat zijn analytische oordelen. Dus je hoeft je niet te controleren, anders dan dat je een goede studie moet, een goede analyse moet maken, of het bewijs wel klopt. Maar je hoeft de stelling van Pythagoras niet te gaan controleren in de grote boze buitenwereld. Waarom? Mijn dochter heeft hem bewezen. Weliswaar met behulp van even op het internet te kijken, maar zonder internet erbij. Alleen met een stuk papier en een pen heeft ze mij laten zien waarom die stelling van Pythagoras waar is. Dus zij kent die analyse. Ze heeft die analyse gedaan. En dan dus niet door het in het echt een driehoek te maken en dan te gaan meten met de centimeter. En dan... Nee, natuurlijk niet. Nee, hey, pure analyse. En die andere zinnen, die zijn synthetisch. En dan zeg je bijvoorbeeld, Perry heeft een Ikea-bed. En dan leg je een connectie tussen Perry en Ikea-bed. Met een relatie als heeft. Want je kan ook zeggen, Perry ziet een Ikea-bed. Of uh, nou, Perry zit in een Ikea-bed. Of Perry had een Ikea-bed. Maar je legt een relatie, een synthese tussen Perry en Ikea-bed op een bepaalde manier. En dat is, dat is een synthetische zin. En een synthetische zin moet gecontroleerd worden voordat je weet of die waar is. Hm. Nou heb je dan bij analytische zinnen het... Aan de ene kant het feit dat het een analytische zin is, dus altijd waar. En tevens geldt voor een analytische zin dat hij dus waar is voordat hij zich manifesteert in de werkelijkheid. Mijn vriend Wim, Wim Kruidertuin, Die werkt daadwerkelijk in tuinen. En dan gaat hij opknappen en verbouwen en zo. En die legde mij uit dat hij soms voor bepaalde klussen. dan neemt hij een lat mee, drie latten. Eentje van 3 meter, eentje van 4 meter en eentje van 5 meter. En waarom neemt hij dat mee? Nou, dan moet er in die tuin een muurtje worden aangelegd. En dat moet netjes onder een rechte hoek komen. En dan zet hij die drie latten eventjes in elkaar met een simpel spijkertje of een schroefje. En dan heb je 3 ja, keer 3, dat is 9. 4 keer 4, dat is 16. Nou, 9 plus 16 is 25 en die derde lat die is 5 meter en 5 keer 5 is 25. Dus als je die drie latten aan elkaar schroeft, dan is de hoek tussen de 3 meter lat en de 4 meter lat die is precies 90 graden. Maar Wim weet van tevoren dat dat waar zal zijn. Hij neemt niet die drie latten mee en een haakse hoek, een winkelhaak heet zo'n ding, heel toevallig, om te controleren of die hoek wel haaks is. Want hij weet van tevoren dat die hoek tussen A en B, tussen 3 en 4 meter, dat die haaks zal zijn. En het officiële woord is a priori. Dat betekent van tevoren. Nou, de zin, Perry heeft een Ikea-bed, daarvan kan je niet weten dat die van tevoren waar is. Dat moet, je, dat moet je eerst controleren. En dan kan je achteraf zeggen, oordelen. Nou ja, ik was bij Perry en ik heb het gezien. En ja hoor, hij heeft een IKEA-bed. En dat noem je a posteriori. Zo zegt Kant dus: kijk, je hebt aan de ene kant de analytische zinnen. Aan de andere kant de synthetische zinnen. En voor de analytische zinnen geldt dat die a priori zijn. Dus die hoef je niet te controleren. Die kan je in principe ook niet controleren. En aan de andere kant heb je de synthetische zinnen. En die moet je controleren om te weten of ze waar zijn. En je weet dus pas achteraf, a posteriori, of ze waar zijn. En dat geldt dus voor synthetische zinnen. Want je legt een connectie tussen Perry en Ikea-bed. En ja, of die connectie, die verbindenis, die synthese wel waar is, dat moet gecontroleerd worden. Als je zegt Perry is een mens, ja, als we weten wie Perry is, dan volgt er automatisch uit dat ik mens ben. Dus je hoeft niet bij mij op bezoek te komen om te controleren of ik mens ben. Snap je? Nou, en nu krijgen we dan de frase, het oordeel. En het oordeel luidt, gevolgen zijn voorafgegaan door een oorzaak of oorzaken. En de andere kant is, oorzaken hebben gevolgen. Dan mag je ook in enkelvoud zeggen of in meervoud zeggen, maakt niet uit. Maar oorzaak leidt tot gevolg. En gevolg is het resultaat van oorzaak. Nou die zin dat oordeel. Dat is punt 1 waar. En punt 2. Dat hoef je niet te controleren. Je kan het ook niet controleren. Hoe, hoe zou je het moeten controleren? Je, je doet iets en dat heeft dan een gevolg. Dus je, je slaat met een hamer op een spijker en die spijker gaat inderdaad wat verder in het hout. En als je dan sla je met die hamer op die spijker en dan gaat die nauwelijks verder in het hout en dan zegt iemand anders tegen jou, ja dan moet je ook harder slaan. Want dit is hardhout, bijvoorbeeld, hè? Maar alles wat jij veroorzaakt heeft een gevolg. Dat weet jij. Dat weet je van tevoren. Dus zou die zin thuis horen aan de linkerkant, namelijk aan de kant van de analytische zinnen. Maar een oorzaak is iets heel anders dan een gevolg. Een oorzaak is net zo verschillend van een gevolg als dat Perry is van een Ikea-bed. Dat is iets totaal anders. Dus als je zegt dat oorzaken gevolgen hebben, dan spreek je een synthetische zin uit. Je maakt een synthese tussen oorzaak en gevolg en jij zegt: die synthese. die is waar. Ja. Maar heb je dat bewezen? Ooit? Nee. Je, heb je het gecontroleerd? Nee. Hoe zou je het ook moeten controleren? Je kan zeggen: van, Nou, als je een ei in heet water doet, dan heb je een gekookt ei en dan komt er geen kipje meer uit. Ja? Dat kan je dan een keertje doen en dan stop je een ei in koud water, een vlammetje eronder en dan heb je een gekookt ei. En dat was die keer. Hè? Maar geldt het voor alle eieren? En geldt het voor alle oorzaken dat ze altijd een gevolg hebben? Hoe kan je dat nou bewijzen op die manier? Hoe kan je nou die analyse doen? Want het is een synthetische zin. De stelling van Pythagoras die is altijd waar omdat je dat in de stelling van Pythagoras kan afleiden. Maar er is geen enkele manier om te bewijzen dat een oorzaak altijd een gevolg heeft. Terwijl het wel zo is. Maar je kan het niet bewijzen. Dat is het punt van Kant. Door. Als eerste zich te beperken tot alleen de declaratieve zinnen en dan een onderscheid te maken tussen analytische zinnen en de overige zinnen. Nou, de analytische zinnen die zijn a priori vast te stellen of ze waar of niet zijn, zonder dat je een experiment doet of een controle. En bij de synthetische zinnen is het net andersom. Die zijn niet a priori waar, maar die moeten gecontroleerd worden. Als iemand zegt een, een tackle nee, honden zijn zoogdieren, een tackle is een hond, ja, dan is een tackle een zoogdier. Dat is analytisch. Als tackles honden zijn en honden zijn zoogdieren, ja, dan volgt uit de analyse dat tackles zoogdieren zijn. En dat is een analytische zin. En dan terug naar Perry is een mens. Um, Perry is geboren als mens. Als je geboren bent als mens, verander je niet in een krokodil. Dus Perry is momenteel mens. Want uh, hij is geboren als mens en uh, hij is dus nog steeds mens. Dat is analyse nadenken over de, de omstandigheden waarbinnen het oordeel geveld wordt. Nadenken over de betekenis van de woorden. Nou, nadenken over de betekenis van het woord oorzaak, wat van alles kan zijn, en het woord gevolg, wat van alles kan zijn, ja, wat hebben die twee anders met elkaar te maken met dat jij zegt dat oorzaken altijd een gevolg hebben? Dus dan kom je niet verder dan te stellen: van kijk, iedere oorzaak heeft een gevolg, want het is nu een keer zo. Punt. En zo komt Kant dus met die hele fijne constatering: dat het beginsel van de wetenschap. en dat is de wet van oorzaak en gevolg. Dat straat vooraf aan ieder wetenschappelijk experiment gaat die wetmatigheid aan vooraf. Die wordt van tevoren aangenomen. Nou, zegt Kant. En die wet die is nog nooit bewezen. Dat is het geloof, dus, en niet het weten van de wetenschapper. in de taal. Goed hè? En daarmee heeft Kant um, een heel rijk opengelegd van dingen die dus ook zo zijn. Zoals bijvoorbeeld het onderscheid tussen ruimte en tijd. Ik weet niet precies hoe dat oordeel in elkaar zit. Hè? Maar daarvan zegt Kant dus ook, van ja, het onderscheid tussen ruimte en tijd, dat is hoe wij dat ervaren. Oh ja, dit moet ik nog even bij kwijt. Kant zegt dat die, die wetmatigheid van oorzaak en gevolgen. Die wij niet kunnen bewijzen, maar die wij zonder meer aannemen en buiten welke wij niet kunnen denken. De kant, daar zit dus precies de crux. Die wetmatigheid stelt ons in staat om te kunnen denken. En zonder die wetmatigheid kunnen wij niet denken. Zo zit hij. Dus die wetmatigheid heb je nodig. En door die wetmatigheid komen wij tot inzicht. Komen wij tot kennis, uitgaande van die wet van oorzaak en gevolg. Komen wij tot kennis. En wij nemen die wet dus aan. En die wet die zit in ons kennissysteem ingebakken... zodat wij tot kennis kunnen komen. Maar die wet hebben wij dus niet waargenomen... En ga je nou met deze wijsheid eens even kijken naar de Bijbel, waarin staat dat er zoiets is als God. En God is, uh, ging vooraf aan de tijd. God zal er zijn als de tijd voorbij is. Uh, God is alomtegenwoordig. En God heeft dus geen oorzaak. Nou, waarom zou dat niet kunnen? Omdat jij dat nooit hebt meegemaakt? Waar maakt we nou uit? En zo heeft Kant het weten begrensd en ruimte gemaakt voor het geloven. Dat is gebeurd aan het einde van de 18e eeuw. En Kant ging nog een stapje verder en heeft hij nog een ding geschreven. Het heette Over Gods Bewijzen. En daarin heeft hij duidelijk gemaakt dat als je het hebt over God, dat je niet op enig moment kan bewijzen dat God een eigenschap heeft. En dat werk, dat is bij de katholieke kerk helemaal in het verkeerde keelgat geschoten. En ik heb net uitgelegd dat het katholicisme dat was beteugeld met de reformatie en het protestantisme met Maarten Luther. Maar maakte weer goede sier aan het einde van de 18e eeuw. En toen waren de boys weer back in town. En toen waren ze weer helemaal. En ze hebben Kant gedreigd met een vervelende repercussies. En toen heeft Kant dat werkje over Theodicees ingetrokken. Hij heeft tegen iedereen ook gezegd, hij heeft ergens aan studenten gezegd: van ja, over dit werk ga ik het niet meer hebben, want ik heb een boze brief uit Rome gekregen. En ik wil verder geen gesodemieter met die jongens. Dus dat je even weet dat Kant. Niet zoals de bisschop van uh, Huppeltje Pup, die Berkeley. Haar kant was niet van de katholieke kerk. Absoluut niet. Ik heb hem niet betrapt op enige uh, referentie aan de Bijbel of zo. Maar hij was niet van de katholieke kerk. En hij heeft het weten begrensd en ruimte gemaakt voor het geloven. Want het denken in oorzaak en gevolg, dat vinden wij heel vanzelfsprekend. En dat komt omdat het in ons denksysteem, in ons kensysteem, is ingebakken. En net als dat ik een bril op mijn neus heb en door die bril kan ik zien. En als ik die bril niet op mijn neus heb, ja, ik kan wel een beetje zien, maar eh, ik kan niet scherp zien. Maar ik kijk door die bril en ik zie niet. Mijn bril. Maar doordat ik die bril heb, kan ik kijken. En zo is het met de wet van oorzak en gevolg. Die zit als het ware op onze neus zonder dat wij hem in de gaten hebben. En wij, door die wetmatigheid begrijpen wij de wereld en gaan we die ordenen en dan gaan we zeggen, ja, er komt dan komt allemaal zus en zo, en dan. En dan weten wij dingen als uh, ja de pesten dat komt door een virus wat zich verspreidt via ratten en het heeft te maken met slechte hygiëne en zo. Huh? Dat is oorzaak en gevolg. Maar dat komt dus doordat die oorzaak en gevolg gedachten in ons denken is ingebakken. En zonder dat zouden wij niet tot denken kunnen komen. Maar Behalve het denken is er dus het domein van het geloven. Kant heeft ook een keer Kant is stuk gelopen op moraal. Daar is hij niet uitgekomen. Want dat is natuurlijk de grote vraag van de filosofie: van hoe zit het met moraal? Waarom is een moraal noodzakelijk goed? En waarom gaat het noodzakelijk slecht? Met een groep mensen waarbinnen moraal ontbreekt. Dus wat is de noodzakelijkheid van moraal? Daar kwam Kant niet uit. Wel heeft Kant gezegd dat als hij bij nachten omhoog kijkt en dan kijkt naar de sterren, en hij ziet die pracht en praal. Dat hij zich dan bewust wordt van het morele systeem. wat bij hem van binnen zit. Want ik zie die schoonheid. en dan voel ik het morele systeem bij mij van binnen. Ja, daar is Kant over uitgelachen. Ja, je zit een beetje naar de sterren te kijken. en dan vind je dat hartstikke mooi. En dan ga jij helemaal. Uh... Word je melancholisch en zeggen van oh, Solomio. Uh, moraliteit is, want ik voel hem in mijn hart. Maar dat is geen filosofie. Dat is een constatering van Immanuel Kant, die in het gras zit en omhoog kijkt naar een sterrenstelsel. Meer niet. En jij kan denk ik wel begrijpen wat Kant voelde toen hij naar de sterren keek. Ik denk dat jij dat ook wel kan voelen als je naar de sterren kijkt en je ziet die pracht en die praal. Dat je dan jouw morele systeem, wat jij van binnen bij je draagt, dat je je daarvan bewust wordt. Dat jij die moraliteit altijd al in je hebt gehad, want jij weet wat het is. En je weet dat moraliteit noodzakelijk is. En je weet dat je niet mag liegen. En je weet dat je af moet blijven van dat wat van een ander is. Want dat je dat niet moet begeren. Je moet niet jaloers zijn op je buurman met die brunette. En die Lamborghini. Dat moet je niet zijn. Dan ben je in het verkeerde deel van de achterbuurten beland. Van de achterbuurten van de krochten van de menselijke geest. Dan gaat het niet goed met je aflopen. Goed, hè, Kant? Nou, ik hoop dat ik dit een beetje volledig heb uitgelegd. Ik zal hem nog naluisteren natuurlijk. En misschien dat ik er nog een toevoeging op heb. Dat komt dan een volgende keer wel. En misschien dat ik de volgende keer dan uh, de opvolger van Kant erbij ga pakken. Dat is Arthur Schopenhauer. Heel toevallig ook een Duitser. Maar heel toevallig ook weer niet zo toevallig. Want Maarten Luther was ook een Duitser. En Gutenberg was ook een Duitser. De uitvinder van de boekdrukkunst was ook een Duitser. Niet alleen Duitsers, ik bedoel, Tyndale was een Engelsman. En Wycliffe was een Engelsman. En Jan Hus was een Tsjech. Maar het aandeel Duitsers in de geschiedenis van Europa. op de kenmerkende plekken dan. is aanzienlijk. En de Fransen ontbreken. Hè? Dat, is, dat valt mij dan ook op. Je gaat mij niet vertellen dat Rousseau en die andere joker, Voltaire. Ja, je gaat mij niet vertellen <laughs> dat dat wat is. Ik ga afsluiten hoor, maar het was Rousseau of Voltaire. Ik dacht Voltaire, die gezegd heeft. Dat de ban van de katholieke uh, universele kerk op het in bezit hebben van de Bijbel, dat dat niet meer dan terecht was. En dat mensen die dan toch zo'n boek in bezit hadden, op de brandstapel kwamen, uh, dat vond Voltaire niet meer dan logisch. Nooit van zijn leven had hij zo'n boek gezien. Dit <laughs> is Voltaire. Niet voor de tedere kinderziel. <laughs> En Rousseau die heeft een keer gezegd: Rousseau die had zijn kinderen in de steek gelaten. Wat had die man gedaan, hè? Kinderen verwerkt bij een vrouw. En toen dacht hij: Van kom, het is tijd voor wat anders. Je hebben een nieuwe uitdaging nodig. Hij had zijn kinderen in de steek gelaten. En dan mooie verhalen houden over moraliteit en zo. Hebben mensen tegen hem gezegd: Van hé, hey, uh, sukkel, je hebt je kinderen in de steek gelaten. Ja, zei Rousseau. Maar ik ben niets meer als een product van mijn maatschappij, dus mij kan je dat niet aanrekenen. Dat nou, is Rousseau, het is, uh, Le Dolce Douce Frans. Dat is raar hoor. Dat die Duitsers dan wel heel veel en dan die Fransozen helemaal niet. En toch blijft het zo dat het al die tijd ging om Europa. En nog steeds eigenlijk. Dus ik kijk dan naar die. Ik ga afsluiten hoor. Maar in Amerika is het bon ton. Hè, van ah, je moet wel een keer naar die old country zijn geweest. En wij hebben dat niet naar Amerika toe. Hè. We zien die Amerikaanse politieseries. En we zien af en toe een documentaire. Hè, en we denken. jeetje, wat een land zich. Nou, daar hoef ik niet naartoe. Hé. Nou, ik vind het wel mooi. Ik ga afronden. En dan zeg ik op zijn hamburg. Een mooie stad uit Duitsland. Tegen jullie. Tjus en dag lieverds.